Kennedy must, Kennedy must, Kennedy, Kennedy must. Ja, we gaan even kijken hoe het met de wandelaars is. Terwijl ze Asten naderen, zijn net vertrokken in Someren. We gaan eens even kijken hoe de sfeer nu is hier in Asten. Hallo, mag ik even met iemand meelopen? Mijn haar. Ja, dan moet ik jou voor de voeten gaan lopen. Dat werkt dan. Ja? Oh, de trager, ja. Aan wie heb ik de eer? Hi, ik ben Brit. Brit Eikemans. En Brit uit? Uit Helmond. Uit Helmond, kijk eens aan. Ja, en heb je er zin in? Ik heb er wel zin in, ja. Ja. Ja, is dit de eerste keer dat je de Kennedy Mars loopt? Ja, ja, de eerste keer dat ik deze loop, ja. Dus ja, we gaan het zien, hè. Wat, ja, maar wel al meer andere wandeltochten gehad zo. Nou, geen officiële wandeltochten, maar wel wat geoefend. Ja. Wel wat geoefend. Kijk eens aan. Is dit nou een zwaardere tocht voor jou? Nou, we zijn niet zo heel goed begonnen met regen. Dus dat is dan wel jammer. Maar ja, en de nacht is misschien ook wel even een uitdaging. Omdat je dan toch eigenlijk liever in je bed ligt. Maar ja, we gaan het zien. Ik vind het wel een leuke uitdaging. Ja, wat heb je nou in je hand? Want, Ja, ik heb twee stressballetjes. Dan kun je, als je loopt, dan loop je met je armen of met je handen naar beneden. En dan kun je, ja, kun je lekker even een beetje stress kwijt. Word je heel zen van? Word je helemaal zen van. Ja, ik kom helemaal zen op de finish dadelijk. Is goed. Hey, heel veel succes nog. Ja, dankjewel. Jullie ook, hè. Doei doei. Op mijn paraplu. Dat betekent meestal dat er iemand is die heel goed voorbereid is. Klopt dat? Ja, ik heb niet geoefend, dus mijn voorbereiding is niet optimaal geweest. Maar is het ook je eerste Kennedy Mars? Mijn eerste, ja. En waarom ben je nou zo gek geweest om hem te gaan lopen? Ja, hij heeft hem al vaker gelopen. Hij zei, wil je mee? Ik zeg, ja, prima. En hoe heeft hij je overgehaald? Gewoon via WhatsApp vragen. Ik dacht, ja, is goed. Vind ik een leuke uitdaging. Je dacht, ik doe dat gewoon. Ja. Ja, waar kom je vandaan? Helmond. Helmond, wel veel Helmonders die meedoen volgens mij. Die zijn het gekste hier, hè? Ja, dat geloof ik. Heb je er nou ook zin in om s'nachts dan, want s'nachts kom je in Helmond, er is ook één groot feest, heb je er al zin in? Jazeker. Staat daar jullie vriendenclub dan ook al klaar? Ik denk dat die voornamelijk bij Wish zijn nou. Bij Wish, kijk eens aan, ja, daar snap ik dan ook niet dat je daar naartoe gaat. Ja, is wel leuk, maar dit valt op hetzelfde weekend, dus dat is keuze snel gemaakt, hè? Ja, je kiest dan natuurlijk voor fitheid, gezondheid, wandelen. Ja, precies. Ja. Kijk eens aan. Hey, heel veel succes nog. Ja, dankjewel, hè. Houdoe. Ik kwam een man tegen met een hele opvallende oranje outfit. Ja, goed hè? Ja. Is dat bewust? Ja, tuurlijk, daar val je tenminste op. Ja, kijk eens aan. Een scherp antwoord. Aan wie heb ik de eer? Tim. Uit? Best. Tim uit Best. En waarom komt Tim uit Best in Someren de Kennedy Mars lopen? Ja, dat lijkt me gewoon keileuk. Dat is een mooie uitdaging. Ja, gaaf. Moet je gewoon een keer gedaan hebben, denk ik. Ja, en is dit voor jou de eerste keer dat je hem hier komt lopen? Ja, dit is de eerste keer. En hoe bevalt hij tot nu toe? Ja, de eerste 4 kilometer zit er al op, dus het gaat lekker. Het is gelukkig weer droog, dus ik heb er al zin in. Ja, heb je al meerdere van dit soort wandeltochten gelopen? Ja, ik heb de Nijmeegse Vierdaagse gedaan, maar toen was ik 25 jaar jonger. Dus, hey! Kijk, Zan, je hebt ook fans hier te zien. Ja, ja, dat, iedereen moet je gewoon zwaaien, dat is veel leuker. Dan wordt het tenminste gezellig, toch? Gaat het goed? Ja, hij is ongetraind. Dat is ook zwaar achteruit rennen. Ja, ja, dus, maar hij komt wel in vorm, volgens mij. Ja, volgens mij wel. Is goed. Hey, succes. Zet hem op. Zet hem op, Tim, uit Best. Hoi. Ja, ik zag dat hier een feest is. Dan gaan we even kijken. Goedenavond. Mag ik er even bij komen staan, of niet? Heel even dan. Maar van welke vriendenclub zijn jullie? SC Pongel, ja. SC Pongel heten wij. SC Pongel. Ja. En ja, jullie staan hier gewoon, zijn jullie wandelaars aan te moedigen of zijn jullie hier nou gewoon bier te drinken? Eigenlijk dat tweede vooral. Maar dat eerste, dat komt er ook bij kijken, ja. Zijn er ook vrienden van jullie die meedoen? Ja, we hebben er eentje net gezien. Onze oude trainer. En hoe heet hij? Je kan hem nou de groeten doen. Nick Hurkmans. Ze willen hem de groeten doen. Hey, maar ga je nu nou volgend jaar zelf ook lopen of niet? Ja, hij wel echt gehoord. Is goed, hey, geniet er nog van, hè? Niet alles hier afbreken, dat hebben ze liever niet. Goed, houdoe. Ja. En dan zijn we nu aangekomen in het centrum van Asten, waar we eens even gaan kijken hoe de sfeer daar is. Ik hoor in ieder geval een fanfare, dus het zal wel goed zijn.
Hallo, mag ik even onder jouw paraplu? Ja, tuurlijk. Oh, geweldig. Lekker nat, hè? Ja, het is echt, nou, lekker vind ik, lekker is anders. Hé, hey, maar hoe gaat het? Ja, nog goed, hè? Het is pas een paar kilometer, ja. Dat loopt trouwens echt irritant, onze paraplu als interviewer. Ja, dat snap ik, ja. Nou ja, liever had ik de paraplu ook niet gehad, maar... Ja, ik ga gewoon zo doen, dat kan ik ook niet helemaal zien. Maar waar kom je vandaan? Uit Heusden. Uit Heusden, kijk je aan. Ja. Altijd mooie Heusden. Altijd mooie Heusden, ja. Komt de route daar eigenlijk ook nog door, ja? Hè? Nee, helaas niet meer. Nee. Jammer, man. Iets terug, ja. Maar dan moeten we zelf maar erheen. Hè. Dat, Dan komt de Heusden wel naar de Kennedy-mars toe. Exact. Ja, hoeveel keer sta je meeloopt? De eerste keer. De eerste keer, jouw kennismaking met de Kennedy-mars. Exact. Dus we zullen eens kijken hoe... Hoe ver we gaan komen. Dat, Heb je veel getraind? Nee, dat valt wel mee. We zien het wel, zeg maar. Ja, we kijken wel hoe ver we komen. Ja. Nou, heel veel succes. Dankjewel. En ik heb hier een meneer gevonden met een paraplu. Ja, die heb ik altijd bij me, maar die heb ik eigenlijk voor de zon bij me. Een paraplu voor de zon? Ja, niet voor de regen. En u had hem toch nodig voor de regen uiteindelijk? Ja, inderdaad. Enkele ongelukkige momenten zoals deze, dan moet ik hem wel gebruiken voor de regen. Precies. En dan ben ik nog benieuwd, want is dat nou ongunstig voor zo'n wandeling dat het gaat regenen? Ja, natuurlijk. Dat is heel... Het maakt het veel minder gezellig. En het praten met iedereen en andere wandelaars. Het contact wordt veel minder. Dus, het weer wordt beter volgens mij. Ja, volgens mij ook, ja. Ik had eigenlijk gedacht, volgens mij raden dat het nu al droog zou zijn. Hey, goede tocht nog. Ja, dankjewel. Ja, de kroegen zijn natuurlijk ook weer geopend, zo ook in Assen. De wandelaars gaan ook, die worden hier door een soort erehaag worden die gehaald. En we gaan eens even sfeer proeven volgens mij. Er zijn een paar mensen die het thema van de mini-Kennedy-mars mee hebben genomen. En daar zijn hier deze superhelden. Dag mevrouw. Dag meneer Buckums. Meneer Buckums, voor wie bent u hier? Met onze superhelden. Superhelden, bent u van de mini-Kennedy-mars meegenomen? Ook. Oh, kijk eens aan. Ja, heel goed. We zijn nu wel samen. Met alle superhelden. Geweldig. Om iedereen aan te moedigen. Kijk, dat is heel mooi. Het is een verlaat vrijgezellen feestje. Verlaat vrijgezellen, dat zijn de mooiste volgens mij. Allermooiste. Nou, geniet er nog van. Het goed te komen, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, en er schijnt ook een soort feestteam mee te doen aan de Kennedy Mars, toch? Feestteam, wat is dat? Je bent toch een feestteam, of niet? Ja, ik ben gewoon een zuiperd. Wat? Een zuiperd. Maar ga je wel uitlopen? Hendig, voor jou. Hendig, ja? Dus, ja? Ja, gaan we jou bij de finish ook spreken dan? Ja, als je dat wil wel. Dan gaan we dat doen, toch? Doen we. Ja, is dat bij jou de eerste keer dat je meeloopt? Nee, nou tweede keer toevallig. Tweede keer. En gaat het goed? Ik heb nergens last van. Nee, het last van. De sfeer zit er helemaal goed in bij jou. Ja, als we maar kunnen zuipen, toch? En waar kom je vandaan? Venray, kijk eens aan. En doe je nog meer wandeltochten en zo? Of is het echt één alleen de Kennedy Mars ieder jaar? Nee, ik heb Survivor Run gedaan en zo, maar... Ja, dat is allemaal niet voor. Ja. Kijk, is een sfeer, jongen, dat is veel gezelliger. Ja. Want hoe kom je hier dan terecht? Hoe? Met de auto? Ja. Ja, dat is wel. Maar hoe heb je over de Kennedy Mars in Zomeren gehoord? Hoe? Ja. Ja, ben ik veel. Zijn wel goed. Dus ja, vorig jaar. Nee, ben ik wel meegenomen. Dat is goed. Hey, heel veel succes nog. Ik hoop jou nog vaker te zien. Bij de finish, toch? Bij de finish. Morgen. Zou we samen zuipen. Goed.